Oh, dit is lastig. Maar ik stel niet dat dit... Hier heb je toch een normaal matje voor nodig. Welkom, leuk dat je kijkt. Dit is weer een nieuwe aflevering van de Giergasten. Papri papies. Ja, zeker. Martijn, vertel, wat voor geniaal idee hebben we deze keer? Nou, ik zie wel eens echt hele lange rijen voor die sportscholen. Maar ja. Ze ook nog eens heel erg veel geld moeten betalen. Volgens mij zijn de sportscholen ook niet heel goedkoop. Ja, het ligt eraan. Je hebt dure en goedkope. Ja. Maar goed, een beetje sporten moet natuurlijk een lekker outfitje hebben, schoentjes ja, dus en zo'n abonnementje. Maar wat als je het geld niet hebt? Als je fanatiek wil sporten, dan ben je gewoon veel geld kwijt. Ja. Dus wat dacht jij? Ik dacht, er is natuurlijk gewoon een locatie waar je alles gewoon kan gebruiken, maar niet hoeft te kopen. En hoe heet dat? De Decathlon. Briljant! Wat dan wel handig is, als we daar een beetje undercover gaan filmen, ja, is dat jij die mega grote camera wellicht niet meeneemt. Oké, ja, sorry. Dus eventjes, om het even kort samen te vatten, wat gaan we precies doen? We gaan naar de Decathlon. We gaan met alle spullen die daar in de schappen hangen, gaan wij een hele workout gratis en voor niets doen. Of een workout plegen. Take it away, boy. Laat maar. Volgens mij is het wel duidelijk dat ik nooit sport. Als je begint met sporten... Dan moet je even een sportoutfitje hebben. Moet je eerst even omkleden. Ja, ik zoek. Even kijken hoor. Dit zit aan elkaar, dat is wel handig. Ze zijn wel elastisch. Dit is een extra exercise. Ah, de resistance. Ja, de resistance. Yeah. Alsof je met gewicht aan het rennen. Ja, dan wordt het zwaarder. Ja, dat is top. Ja. Ja. Je hebt ook van die mensen die met elastiek sporten, toch? Dat is een soort van dit. Ja, je hebt ook mensen die met dit soort... Ja, kakkerfestjes gaan rennen. Nou ja, ik wil weten hoe dat voelt. Jij bent er klaar voor. Het enige wat jij mist, is dit. Ah, thanks, grap. Dit gaat wel mijn snelheid verbeteren. Ik ben hiervan overtuigd. Dankjewel, Joost. Ja, toch? Nee, denk ik hiervoor. Nou, tijd voor je warm-up. Waar ga je dat doen? Blauw idee, Joost. Ik denk van maar een rondje door de zaak, hè? En ik pas zie. Okay. Terwijl Martijn dan nu in de Bijlmer is, ben jij in Noord? Ja, ja. Wow. Maar je hoort Martijn. Dat is ziek. Ik weet... Dat het heel gênant gaat worden. Weet je waarom ik dat weet? Ja, ik heb het gezien bij jou. Omdat ik dat nu op dit moment aan het doen ben in de Bijlmer. Dus je bent en mijn camera, man, en je bent aan het uitvoeren. Exactly. Maar ik wil ook jouw Het is een inception. Lijp. Zag jullie het nog? Lijp. Ja, dus ik zie dat jij wel wat hebt uitgekozen. Sportshirtje. Ik ben het niet zo erg mee eens. Schoentje en een boekje. Ik denk boekje. Dat je bij de verkeerde afdeling hebt gekeken. Ik ben gewoon bij de herenafdeling. Ik vind dat je niet mag opvallen. Het zou zonde zijn als je iets te veel opvalt. Ja, het is ook vrij rustig hier, dus... Ja, ik denk dat je beter... Low profile moet je low houden. Low profile. Ja. Ja. Het is zo leuk. Je schoenen geven. Ja, het is zo leuk. Het is zo lelijk. Oké. Ik ga snel mijn spullen en dan kunnen we beginnen. Ja. Dus er moet nog wel gewoon serieus gesport worden. Ja, je moet zeker serieus gesport worden. Kom op, Jess. En doorzetten. Kom op. Niet opgeven nou. Jess, wat zijn dit voor oefeningen? Dit moet je met gewichten doen. Voor de kijker die nu zich afvraagt, hoe komt het dat Jess nog steeds zo overgewicht heeft? Nou ja. Ik denk dat we het allemaal wel een beetje kunnen invullen nu. Mijn conditie is slecht. Nou, tijd voor je workout. Ik zag wat dumbbells aan die kant. Negen. Tien. Eén. Twee. Negen. Tien. Oh ja, ik voel het nu wel hoor. Vijf. Het is op je onderrug en... Zes. Negen. Goed zo. Tien.
Oh, dit is lastig. Maar ik snap niet dat dit... Hier heb je toch een normaal matje voor nodig. 4. 5. Benen helemaal strekken. Oké, laatste. Oh. Yes. Oké. Even chillen. Ik vind de sportschool natuurlijk ook rekening houden met het feit dat we in de pandemie zitten, jongens. Dat is waar. Je moet de gebruikte artikelen inderdaad schoonmaken. Zo werkt het ook in de sportschool. Ik heb energie nodig. Even tussendoor even... Gelukkig biedt het aan. Hebben ze ook bij de sportscholen. Die kun je dan gewoon even afrekenen bij de kast en dan kun je daarna weer verder met je workout. Ja, daarom. Ja? Ik voel hem weer. Voelt hem weer? Oké. Hardy. Kom op, goed heb je. Ik ga 25 km per uur. Moet je. Echt? Leger is niet voor watjes. Leger is voor doorzetters. De marine zijn de hardste gasten van het land. Zet hem op. Tentje erbij. Extra tentje erbij. Oké, rust. Die pilates zorgt natuurlijk wel voor de versoepeling van je lichaam. Dat is een beetje vrouwelijk. Dus ik wil iets mannelijkere workout gaan doen. Ik wil nooit iemand zo kapot zien zijn van een beetje pilates. Maar goed, tijd voor een nieuwe ronde. De boxronde. Kijk hoe cool hij erbij staat. Dat doe ik ook. Ik kan je zeggen, zo cool sta jij er zeker ook bij. Thanks, gast. Lekker. Hoes. Hoes. Linkerhoek. Rechts. En dan afmaken met de rechter low kick. Dat doen we een minuut. Oké, Martijn. Jab, hoek. En dan met je rechter een low kick. Heel goed. Dus links, rechts, links, low kick. Juist. Die partijen normaal gesproken. 10 euro introductiegeld voor om mee te mogen sporten met iemand die wel lid is. En dan moet je waarschijnlijk wachten tot iemand klaar is met deze. En dat hoef ik nu niet. En weet je wat ook nog zo is, Joost? Deze vette bril krijgen ze ook niet bij de ingang. Dus dat zijn we nu aan het doen. We hebben allebei lekker gesport. Ja, ik voel me fit, man. Ja? Ja, ik voel me fit. Ik voel me vervelend. Als in, ik weet dat ze dit vervelend vonden. Je zag al die werknemers kijken, maar ze zeiden er eigenlijk vrij weinig van. Nee, ik denk dat het gewoon iets is wat je gewoon niet wil doen. Je bent gewoon ontzettend asociaal bezig. Ja, we zijn 30. Niemand heeft echt behoefte aan jou in je winkel. Maar goed, als je zo egoïstisch bent en echt geen geld om te sporten, is het natuurlijk wel de manier. Als je echt heel skeer bent, je hebt spullen nodig en apparaten, je kan het gewoon gebruiken. Ik denk alleen niet dat je dagelijks terug wil komen als je echt fit wil worden. Nee. Maar goed, wij hebben natuurlijk netjes voor onze spullen betaald. Die gaan we natuurlijk bij andere filialen nu even terugbrengen. En dan zien we jullie volgende week. Later.